Ik ben hier zondag Portugal op stap met een nieuwe Nissan Micra. Nou zul je misschien denken, de Nissan Micra die is toch nog niet zo oud dat hij al aan een facelift toe is. Nou, dat klopt. Twee jaar geleden in Parijs geïntroduceerd. En toen was er de keuze eigenlijk aan een tweetal benzinemotoren. Eentje met zo'n 70 pk en 1 liter zonder turbo. En er was ook een 0.9 die we ook kennen uit de Clio met turbo en die leverde 90 pk. Beide motoren zijn vanaf nu komen te vervallen en er is eigenlijk één vervanger voor en dat is deze 1 liter turbo met 100 pk. Het leuke is dan ook omdat hij niet alleen meer vermogen heeft, maar juist ook een lager verbruik. Stootte de oude 90 pk of 118 gram per kilometer uit, deze nieuwe 100 pk doet 103 gram per kilometer. Dus dat is een significante winst die ze behaald hebben met dat nieuwe motortje. In sommige markten overigens is die 70 pk nog wel leverbaar, alleen door de uitstoot van bijna 140 gram per kilometer zou die in Nederland duurder worden dan deze 100 pk. Dus nou, het is logisch dat ze die bij Nissan Nederland hebben geschrapt. Wat wel een beetje jammer is, en dat is misschien goed nieuws voor onze Belgische kijkers, die krijgen namelijk een versie van 117 pk. Die heeft een blok met een ander cilinderkop met directe inspuiting in plaats van multipoint inspuiting. En dat blok, ja, dat is gewoon nog net even een stukje krachtiger, maar ook die heeft weer een net iets hoger uitstoot. En ook die krijgen we helaas dus niet. Dus in Nederland is het enkel deze. De dieselversies zijn ook al geschrapt. Dus we moeten het met deze doen. Je hebt dan wel keuze uit een handgeschakelde versnellingsbak met 5 verzetten of de automaat waarmee ik nu onderweg ben. En die automaat is een CVT. Maar misschien hoor je het als ik even gas geef. Ik weet niet of het heel goed te horen was, maar je hoort af en toe dat het toerental iets stijgt, weer terugzakt, iets stijgt. Nissan noemt dat D-step. En dat is iets wat we bijvoorbeeld kennen ook van Lexus. De CVT, normaal houdt natuurlijk een vast toerental aan. Maar deze die varieert iets in toerental om toch het gevoel te geven dat je wat meer echt in een auto zit met een versnellingsbak. CVT overigens is natuurlijk wat duurdere techniek dan een handbak, maar tegelijkertijd stoot ook wel wat meer uit. Exacte prijzen van de CVT-versie zijn nog niet bekend, maar ga ervan uit dat een vergelijkbare versie ongeveer 2.500 euro duurder is. De Nissan Micra zelf is ook iets duurder geworden. Komt ook weer omdat die 100 pk-versie eigenlijk in de meeste markten de 90 pk-versie vervangt, maar bij ons dus ook de 70 pk. Dat betekent dat de vanafprijs ligt nu op net geen 19.000 euro en dat is zo'n 1.000 euro meer dan het voorheen was. En als laatste is er ook nog een nieuwe uitvoering, de N-Sport. Dat is een wat sportievere, ja, de naam zegt het al, een wat sportievere uitvoering. Je krijgt wat carbon look accenten, maar eigenlijk het meeste zit in het interieur waar je een combinatie krijgt van kunstleder en Alcantara. Ook het dashboard is met Alcantara bekleed, ziet er wel ziet er leuk uit. Ja, die nieuwe 1.0 is best een fijn blok. Hij is wat soepeler dan de oude 0.9, die had echt wel een turbo gehad. Toen moest je echt voorbij die 2000 toeren jagen om al een beetje goed te versnellen. Dat heeft hij nog steeds nog wel een beetje, het blijft natuurlijk een turbo blok, dus je merkt boven de 2000 toeren dat hij net even wat meer power heeft. Maar het is niet meer zo'n gat. Ja, wat wel net opviel op deze bochtige wegjes was dat bij de handgeschakelde versnellingsbak er een behoorlijk toerenverschil zit tussen de tweede en de derde versnelling. Zeker bij wat krappere bochtjes, als je in het begin denkt van oh, ik kan deze nog eens een 3 nemen en de auto valt onder die 2000, 1500 toeren. En dan valt hij toch wel een klein beetje dood nog. Dus wie echt sportief wil rijden, en dat kan heel goed met deze auto, want het onderstel is echt wel heel goed voor een B-segmenter. Hij stuurt fijn. Die zal dat blokje dus wel echt op toeren moeten houden. Ja, voor dagelijks gebruik in Nederland is dat waarschijnlijk wat minder van belang. En daar helpt ongetwijfeld die iets langere verzetten voor een zuinige verbruik.